PvdA Voorschoten herdenkt politici op Dag van de Arbeid. Studenten geeft danslessen aan Oekraïnse kinderen. En 4 en 5 mei in de regio. Welkom bij het Unity per Nu-weekoverzicht. De PvdA in Voorschoten herdacht deze maandag op de Dag van de Arbeid oud-politicus Piet den Hartog. Piet den Hartog, geboren 25 februari 1948 in Rijswijk, was een oud-wethouder in Voorschoten die volgens de PvdA een grote indruk achterliet. Maandag is de Dag van de Arbeid een belangrijke dag voor de Partij van de Arbeid. Op deze dag staat de PvdA landelijk stil bij gelijkheid op de werkvloer. PvdA Voorschoten heeft echter besloten het dit jaar anders aan te pakken. Sinds dit jaar gebruiken zij deze dag om te herdenken. Voorschoten wordt het niet meer zo uitbundig gevierd. Wel reiken wij nog speldjes uit aan onze leden, die trouwe leden. Bijvoorbeeld voor 25 jaar lidmaatschap of 50 jaar. Maar we wilden eigenlijk toch weer dat een beetje oppakken. En we dachten aan Piet den Hartog, onze oud-wethouder en raadslid, om hem nou eens een keertje in het zonnetje te zetten. Den Hartog was sinds 1991 raadslid in Voorschoten en werd in 1998 wethouder welzijn, zorg en sociale zaken. In het jaar 2000 overleed hij en liet hij, volgens Jan Spendel, een grote indruk achter. Hij heeft de mensen zelf opgezocht, hè? De jongeren, maar ook de wijken. Hij zegt ook, de wethouder komt naar jullie toe. Want hij merkt ook wel dat het contact wat minder werd tussen het bestuur, de gemeenteraad en de bevolking. Maar vooral onder jongeren. In Aletta Hof heeft hij een bijeenkomst georganiseerd waar jongeren naartoe konden komen. Hij heeft wel ervoor gezorgd dat de tribune leeg werd, hè, want iedereen wilde daarbij zijn. Maar hij wilde de jongeren op hun geruststellen. Hè. Dus niet te veel mensen erbij. En daar konden ze vrij uit praten. En dat heeft hij allemaal opgepikt. Hè. Al die punten waar de jongeren mee zaten. En dat heeft hij ook omgezet in beleid. Dit is dus het eerste jaar waarop de PvdA Voorschoten stilstaat bij oude leden. Het is de bedoeling dat ieder jaar één van hen herdacht wordt. We hebben genoeg om uit te putten uit de geschiedenis. En er zijn heel veel markante politici die wat betekend hebben voor Voorschoten in de eerste plaats. En dan ook natuurlijk ook voor de sociaaldemocratie. Dat komt allemaal aan de orde, ja. Met 100 jaar geschiedenis in Voorschoten heeft de partij genoeg oud-leden om in het zonnetje te zetten. De politie heeft een verdachte aangetroffen van de overval op een juwelier in een tuin aan de hoek van de Van Slingerlandlaan met de Vagelstraat in Oegstgeest. De juwelier aan de Kempenaarstraat in Oegstgeest is zaterdag aan het einde van de ochtend overvallen. De overval vond rond 12 uur plaats en het gaat om juwelier De Gouden Eeuw. De politie ging direct achter de daders aan. Ze hebben met honden en een helikopter gezocht naar de daders en aan het begin van de middag is er een verdachte aangehouden. Een automobilist klapte zondagmiddag op meerdere geparkeerde auto's aan de Stevenshofdreef in Leiden. De bestuurder kon zelfstandig het voertuig verlaten en bleef ongedeerd. De schade aan de voertuigen is enorm. Een bergingsbedrijf heeft de 3 voertuigen afgesleept. En tijdens het incident was de weg richting Valkenburg afgesloten. De lotenverkoop van de jaarlijkse Zonnebloemloterij is weer van start. Met de opbrengst bekostigt Nationale Vereniging De Zonnebloem haar uitstapjes en activiteiten voor mensen van 18 plus met een lichamelijke beperking. In Wassenaar ontving wethouder Ritske Bloemendaal dinsdagmiddag het symbolische eerste lot voor de loterij. De lotenverkoop van de jaarlijkse loterij van vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem is van start. Het eerste lot in Wassenaar werd dinsdagmiddag overhandigd in Raadhuis De Pauw. Door middel van deze loterij krijgt men de mogelijkheid om mee te werken aan een inclusieve samenleving. De Zonnebloem heeft ieder jaar een loterij en de opbrengst, daar maken we uitjes van en komen ten goede aan mensen die in een isolement zijn of vereenzamen. Hoofdmoot van de Zonnebloem is bezoekwerk en daarnaast gaan we met mensen op pad. Kleinere uitjes, grotere uitjes met een bus. Mensen vinden dat geweldig om hun horizon wat te verrijken.
Wethouder Ritske Bloemendaal mocht het eerste lot van de loterij in ontvangst nemen. Hij vindt het belangrijk dat ook de gemeente aandacht besteedt aan deze actie. We leven in een verzorgingsstaat waar heel veel op orde is. Maar zonder vrijwilligers is het niet compleet. En zij vullen absoluut een groot aandeel in het, onder andere bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Het is een landelijk probleem, dus is het hier ook. En met behulp van de vrijwilligers van de Zonnebloem wordt daar op een prima manier invulling aangegeven door de uitjes die zij doen. De opbrengst van de loterij gaat volledig naar de Zonnebloem en maakt mooie momenten voor de deelnemers mede mogelijk. Hoe meer loten wij verkopen, hoe groter ons budget is om dingen met mensen te organiseren. En ook kleinere prijsjes te kunnen met de uitjes. Een lot voor de loterij is op verschillende manieren te verkrijgen. Die zijn te koop bij onze vrijwilligers, bekend bij onze gasten of tegenwoordig heel veel op internet. De Leidse Sarah Weststraten geeft deze week dansles aan Oekraïense kinderen. Dit doet zij iedere dag bij de opvanglocatie aan het Stationsplein. Door middel van makkelijke oefeningen met kleine uitdagingen nodigt de dansstudent de kinderen uit om samen te dansen. Blije gezichten, gelach en gedans. Het is het resultaat van de vrijwillige danslessen van de Leidse Sarah Weststraten aan de kinderen van de vluchtelingenopvanglocatie aan het Stationsplein. Deze week worden de kinderen iedere dag uitgenodigd om mee te dansen. Ik doe de eerste helft van de dansles ballet. En dan doe ik eigenlijk makkelijke oefeningetjes, bijvoorbeeld met de zwanen meer op de achtergrond. En dat we dan als zwanen gaan rondlopen, want ik denk dat ze dat het makkelijkst vinden. En ik doe niet per se hele lastige oefeningen. Ik probeer ze wel uit te dagen, maar vooral lekker gewoon dat we samen kunnen dansen. Dus het bestaat niet echt uit, jullie moeten dit doen, maar laten we samen deze oefening gaan doen. Sarah is een studente aan de Dansacademie in Rotterdam. Het idee van de danslessen kwam in haar op na het overlijden van haar oudtante. Mijn oudtante die woonde in het verzorgingstehuis. En zij was echt op het einde van haar leven. En ik wou voor haar heel graag nog een klein dansvoorstelling doen. Want ze vroeg ook aan mij, ja Sarah, wanneer kan ik weer naar je dans komen? Want ze had dementie, dus ze wist niet helemaal meer wat er aan de hand was. Alleen ze was overleden en mijn oudtante was altijd heel erg met vrijwilligerswerk, taalmaatjes en zo. En toen dacht ik, ja, misschien zou ze het wel leuk vinden als ik iets ook vrijwilligerswerk zou doen. En toen dacht ik kan het ook combineren met het dansen. Want ik hoorde dat hier Oekraïense kinderen werden opgevangen. En toen begon het idee. Zowel de werkgroep die de danslessen mogelijk maakt als Sarah zelf zien in dat de danslessen impact hebben op de kinderen. Afgelopen maandag is Sarah begonnen en met twee schuchterogende kindertjes die heel voorzichtig kwamen kijken. En nu staan ze gewoon alsof ze dit al jaren doen. Dus. De kinderen vinden mij gewoon meteen heel leuk en dat is gewoon hartstikke leuk. Dan heb je meteen de connectie. Het is gewoon gezellig. Dit soort vormen van dagbesteding zijn van groot belang voor de mensen in de opvanglocaties. Ik geef zelf bijvoorbeeld gitaarles. En op het moment dat iemand met een Oekraïens liedje, bijvoorbeeld een volksliedje, bezig is en zelf aan het spelen is, dan zie je die gezichten veranderen en blijdschap. En even niet aan Oekraïne denken, niet aan die narigheid denken. Dat is belangrijk. Mocht de tijd het toelaten, is Sarah van plan vaker dit soort danslessen te organiseren. Het is nu eigenlijk alleen in de meivakantie, want ik moet daarna weer naar school. Ik wil het wel misschien weer in de zomervakantie bijvoorbeeld doen. Ja. Donderdag was het 4 mei, ook wel de dag van dodenherdenking. De regio stond zoals ieder jaar weer stil bij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En zo zag dat eruit in Zoeterwoude. Donderdag was 4 mei ook wel dodenherdenking. De regio stond zoals ieder jaar weer stil bij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De Zoeterwoudse burgemeester Fred van Tricht legt uit hoe dodenherdenking in Zoeterwoude verliep. Nou, we zijn om 7 uur gestart in de dorpskerk in Zoeterwoude dorp hier. Sfeervolle kerk met een zeer sfeervolle bijeenkomst. Met echt mooie verhalen. Een mooi zang, mooi muziekspel. Het was alles bij elkaar echt prachtig. Volgens de burgemeester hangt er dit jaar een extra lading aan de dodenherdenking. We herdenken natuurlijk de slachtoffers van de wereldoorlogen, de Eerste, Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Maar ja, de oorlog in Oekraïne speelt op dit moment een hele belangrijke rol in de wereld, maar ook in Zoeterwoude, omdat we al sinds een jaar Oekraïense ontheemden opvangen
op Zwetterhagen in een aantal units, waarvoor deze herdenking natuurlijk ook zeer bijzonder is. In iedere speech die gehouden is, is er wel gerefereerd natuurlijk aan Oekraïne. Want iedereen leeft mee met de mensen die wij hier opvangen. Er was ook een Oekraïnse zangeres, zeer indrukwekkend. En er waren ook mensen die wij op Zwetterhagen onderdak geven, die we een dak boven hun hoofd geven, die in de kerk aanwezig waren. En ook hier bij de gedenksteen bloemen neer hebben gelegd. Ook voor het Oranje Comité heeft de herdenking van dit jaar een extra betekenis. De herdenking markeert namelijk ook hun afscheid. Het Oranje Comité heeft een jaar lang geprobeerd om nieuwe leden te krijgen. En vooral ook jonge leden. Maar dat is een jaar lang niet gelukt. Wat gaat er gebeuren als er geen Oranje Comité is? Iedereen trekt weg. Vooral de jeugd. Ook naar festivals. En er is verder niks aan te doen. En wij proberen dus een klein beetje eenheid te krijgen hier, door dat de mensen naar wat verschillende evenementen komen. Het Oranje Comité heeft jarenlang een steentje bijgedragen aan het organiseren van onder andere de dodenherdenking. Voor hen is het van groot belang dat het herdenkingsmoment zo groot blijft in het dorp. Dit moet blijven. Want als je nu ziet, wij gaan dus altijd beginnen hier in de kerk, waar verschillende toespraken gehouden worden en elk jaar meer mensen. Nu waren er ook geen stoelen meer over. De kerk was helemaal vol. Nou, dat is iets prachtigs. Want het herdenken is, ja, prima. Voor nu houdt het voor het huidige Oranje Comité dus op en wordt gehoopt dat de volgende jonge generatie het stokje wil overnemen. Ja, ik heb dit hele vele jaren mogen doen. Hier een bloemstuk neerleggen namens het Oranje Comité. Maar het houdt op een gegeven ogenblik op. En dan, ja, ik wacht op de volgende. Na 4 mei volgt natuurlijk 5 mei, Bevrijdingsdag. En wij gingen de regio in om te zien hoe dat op verschillende plekken werd gevierd. Op Bevrijdingsdag was er weer van alles te doen in de regio om ervoor te zorgen dat de vrijheid gevierd kan worden. In Leiderdorp opende burgemeester Leila Driessen een middag vol activiteiten in het park De Houtkamp. Nou, het is eigenlijk de dag na gisteren. Hè? Gisteren hebben we herdacht dat de gevallenen en de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden. En vandaag vieren wij die vrijheid. En vannacht heb ik ook in Wageningen de fakkel over kunnen dragen aan de Freedom Runners. Nou, daar zijn we dan hiermee begonnen. Voorafgegaan door de versierde fietsenwedstrijd van de kinderen. En wat we daarmee ook beogen is dat je zo jong mogelijk bewust moet zijn van die vrijheid en hoe belangrijk dat is. Dat is een van de doelstellingen van deze dag. En ook een feestdag, want het is Bevrijdingsdag. Dus de Oranje Vereniging die het hele jaar door keihard daaraan werkt, heeft hier ook achter mij allerlei prachtige dingen neergezet voor die kinderen. Want vrijheid geef je door aan je kinderen. Burgemeester Henri Lenfrink opende in Leiden de braderie die elk jaar plaatsvindt op de Doezastraat en de Herenstraat. Hierbij ontstak de burgemeester het vrijheidsvuur wat door hardlopers vanuit Wageningen naar Leiden is gelopen. Beste mensen, wat fijn dat jullie hier allemaal zijn. Die paar druppeltjes die weerhouden ons er niet van. Maar laten we in ieder geval eerst even beginnen met een groot applaus voor de lopers die helemaal vanuit Wageningen hier naartoe zijn komen rennen. Ik heb er enorme waardering voor. Ik was niet half zo ver gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind het fantastisch dat dat gelukt is. En nou al zoveel jaren dat men iedere keer dit doet. Ook in Oostgeest was er een braderie met daarbij een kindervrij markt waarvan alles verkocht werd. Ja, heel lang. We staan er al sinds 7:00 ochtends. Een beetje voor de kleine kinderen wel een beetje. Die verkopen wel goed, ja. Ja, we verkopen veel Nintendo-spelletjes en PlayStation-spelletjes. En dat willen mensen veel hebben. Naast dat er spullen op de vrijmarkt gekocht konden worden, waren er ook kinderen met creatieve ideeën om een centje te verdienen. Bijvoorbeeld een voetbalspel. Ja, het is zeg maar gaten. Je moet met de bal door de gaten schieten. En als je de onderste gat raakt, dan krijg je je geld terug. En als je, het bovenste gat raakt, krijg je het verdubbeld. Nadat de kinderen hard hebben gewerkt op de markt, gaan ze zelf ook nog wat leuks doen op deze Bevrijdingsdag. Vooral snoep eten, want dat vind ik nogal lekker eigenlijk. Ik denk misschien nog wel even rondkijken of er nog leuke dingen te doen zijn. En dan hebben we natuurlijk nog de Unity Benupol. Iedere week willen we jouw mening weten over zaken uit onze regio.
In de poll van afgelopen week vroegen we: als het aan PvdA en GroenLinks in Leiderdorp ligt, komt er een gratis watertappunt in de Bloemert. Maak jij gebruik van deze gratis punten? Ja, als ze in mijn buurt zijn wel, zegt 20%. En 19% vindt het heel handig. De overige 61% zegt nee, ik loop gewoon door. Voor de nieuwe week hebben we uiteraard ook weer een nieuwe poll. Unity.nu luistert ook naar jou. Geef je mening over zaken uit de regio. Deze week: de gemeente Oegstgeest corrigeert de OZB. Kijk jij je OZB-aanslag goed na? Laat het ons weten via Unity.nu. De uitkomst zie je in het Unity.nu weekoverzicht en natuurlijk online op Unity.nu. Wil jij jouw mening geven op deze poll? Ga dan naar onze website Unity.nu, scroll even naar de poll en breng je stem uit. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een hele fijne dag!